Ik kom uit een familie die absoluut niets academisch heeft. Ik ben een echte sociale stijger. Ja, de kindertijd was eigenlijk heel mooi. Maar mijn vader was geen nazi, dus wij konden niet naar de middelbare school. Je zou in moderne termen kunnen zeggen dat ik slachtoffer ben van pestgedrag. Mijn vader was taxichauffeur. Ik kwam uit een intellectueel gezin. In 1914 is de familie van mijn moeder gevlucht uit België naar Nederland. Psychologen werden in die tijd geen lid van het korps. Dat paste niet bij elkaar. In het begin, in die jeugd, heb ik geprobeerd alles anders te doen dan er was. Ik geloof niet dat als ik zelfs bij patiënten met een hersenbeschadiging nog zoveel sporen zie van een vrijwillig vermogen om je aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, dan wil ik niet geloven dat niet een algemene eigenschap is van alle mensen. Ik denk dat ik al vroeg besmet ben geweest met de soort eigenwijzigheid die je van een hoogleraar uiteindelijk verwacht. En later dacht ik, misschien is het wel echt omgedraaid, weet je. Misschien heb ik met psychokinese dat ding omgedraaid. En dan lukt dat alleen met LSD. Dat heel veel van de dingen die ik gedaan heb en ook gekozen heb, volstrekt uit toeval zijn voortgekomen. Is de wetenschap in een ivoren toren of is de wetenschap eigenlijk weinig? We hebben een experiment gedaan wat je nu absoluut niet zou kunnen doen, want we hebben jongetjes van de LTS, zwaar gefrustreerd, beledigd, et cetera. Er is maar één psycholoog om daarover te praten. En die kent bepaalde methoden en bepaalde doelstellingen en objecten enzovoort. En dat gaan wij doen. En daar gebruiken we goede boeken voor. Als je terugkijkt, wil je het altijd beter en anders doen. Dat is een gegeven. Ik leed wel onder waar alle psychologen onder lijden. Misschien wel een algemeen kenmerk is van alle onderzoek. Namelijk dat je het heel slecht verdraagt als er niks uitkomt. Wat ben ik nou? Ik ben een psycholoog. Wat is dat? Ik gaf onderwijs. Deed dat ook graag. Kon dat ook wel. Ik kon er theater van maken. Maar het voorbereiden heb ik altijd de schrift aan gehad. Hè. Mijn voorbeelden van de emoties die kwamen in belangrijke mate uit de literatuur. En uit mijn eigen verliefdheden, die heb ik nooit onder stoel of bank geschoven. Toen heb ik daar eigenlijk afstand genomen van genetica. Dat was toen zeer controversieel en met name de psychologen moesten er niks van hebben. Ik heb dus veel te veel geschreven uiteindelijk, dus de rest is allemaal op papier. In de familie Elsaf, dat was algemeen, vonden ze de familie van Oranje niet echt tot de nette mensen horen. Wat? Waarom niet? Dat kwam door die prins. Ja. Mijn vader nam hem heel erg kwalijk dat hij te hard reed met zijn auto. Psychologie, dat gaat ergens, dat is echt een wetenschap geworden. Het is alleen jammer dat het tegenwoordig langzamerhand een meisjeswetenschap wordt. Psychologen zijn onmogelijke mensen. Het interessante bij Linschoten was dat hij in dat boek Idolen pakt hij problemen aan en discussieert hij op een hele kritische manier. En dat maakt het leuk. Calonne, dat was een hele bijzondere man, vond ik. En Strasser, die vond ik ook heel goed. Dus in Nederland is bijvoorbeeld de CITO-score een behoorlijke indicatie voor leermogelijkheden. Maar in ontwikkelingslanden is die variatie in kwaliteit van opleiding gigantisch. Hoe nauwkeuriger je in staat bent om het gedrag te specificeren, hoe beter je diagnose. Als je alleen maar naar het brein kijkt, naar die hersenplaatjes, dan weet je niks. Dus dan raak je verdwaald in de doolhof van de hersenen. Was ik opvolger van Shen Kremers, die de experimentele psychologie in Nijmegen had opgezet. En dat megalomane psychologische laboratorium had gebouwd. Het grootste van de hele wereld. Als ik zie wat ik allemaal gelezen heb en wat ik bestudeerd heb, we never can get away from ourselves. Dat is het, hè? We never can get away. Want we leven in een system dealing with itself.